Een hele, hele goede middag, lieve vrienden. Welkom bij weer een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboer. Het is vandaag vrijdag, de 31ste augustus. Vandaag een jaar geleden dat ik mijn dochter Katja heb mogen zien. Dat allemaal niet eerlijk. Ik ben boos om, ik ben verdrietig om. Maar Allah, toch gaan we een klein beetje pret maken vandaag. Want Astrid die komt natuurlijk weer gezellig eten. En de bolder die wordt, hoe noem je dat? Aangeboden aan de gemeente. Laat ik het zo maar noemen. En de bevolking vindt het niet mooi. 1 op de 10 vindt het wel mooi, de rest niet. Dus ja, waarom ik zo geplaatst heb, ik weet het niet. Maar hij is gewoon niet mooi. Nee. Maar in ieder geval, we gaan het gezellig maken. Ik neem jullie dus wel weer lekker gezellig met ons mee. Dan zien jullie het wel hoe en wat. Dan komen jullie hem helemaal te zien in plaats van met een zeil eromheen. Leg er hier eentje lang uit. Komt allemaal goed, ondanks dat ik verdrietig ben. Ja, het is eigenlijk een dubbel gevoel, hè? Verdriet en boos zijn. Ja. Maar oké, komt allemaal wel goed. We gaan er gewoon voor. We maken er wat van. En als jullie er nou ook wat van maken, ik wens jullie gewoon een hele, hele fijne dag. En ik zie jullie vandaag wel weer. Dus tot straks maar weer. Doei, doei. Nou, lieve vrienden, Astrid is er al en die loopt even een later, maar die is in beslag genomen. Kom miauw. Oh ja, nou ga maar lekker liggen hoor. Jij mag tante Astrid later wel bewaken hoor. Ja, niemand mag eraan komen hè. Nee. Hoor, een dikkie hè. Lekker liggen, man. Gaan we nog meer visieten? Nou, dat heb ik niet gepland, hoor. Nee. Heb ik niet gepland. Wat voor dikkie. Hé, die begint ook al te kleuren. Mooi. Maar ik heb gisteren ook weer een lading eraf gehaald. En ik heb er nog een tak afgebroken omdat die de zielig bij neerhing en geen voeding meer kreeg. Die was al geknakt. En dus, hé kerel. Ja nou, wat een dikkie hè. Oh, zo lekker hè. Ja. Och, jongen toch. Nou, lieve vrienden, we nemen jullie straks al mee.
Ja, lieve vrienden, de bolder die staat tot zover. Dat hekwerk met het zeil is weggehaald. Maar ze hebben er maar wat anders omheen gedaan. En ik denk dat dat losgeknipt moet worden of zoiets. Dat ik laat jullie het eventjes zien. Dat hebben ze nou gedaan. Dus dat is maar afwachten hoe en wat, hè. We zullen het straks beleven als de tijd daar is. We zeggen tot straks.